Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor. Vandaag gaan we politie op jullie weer doen. En ditmaal met de Ferrari F12. Waarom de F12? Nou, jullie konden kiezen voor de mensen die het al weten. Voor de mensen die het nog niet weten. Op het einde van elke video kun je kiezen. In dit geval was de keuze de Ferrari F12 of de Ferrari 458. In dit geval was het de F12 geworden. Of ja, eigenlijk gaan jullie nu zien. Het was toen ik telde 36 tegen 36. Dus toen heb ik een random comment laten kiezen door een site. En dat was de F12. Dus bij deze de F12, ik vind hem zelf gaaf. Dit is de F12 Berlinetta. En je hebt dan ook nog de F12 TDF. Alleen, die vind ik nog vetter. Alleen die kun je niet echt downloaden. Of die is, vind ik niet echt mooi om te downloaden. Laat ik het zo zeggen. Nou, politie op hielen, dat is van punt A, in dit geval waar wij nu staan, naar punt B. Met 5 sterren politie achter je aan. Alleen... mag je niet over de snelweg, dus ik moet dadelijk een route gaan vinden. En mijn route was, of mijn, ik dacht eraan om via hier te gaan. En dan zo hier omhoog. Dit vind ik een hele mooie route. Hier gaan we dan de tunnel in. De tunnel komt hier hopelijk uit. Gaan we hier zo omlaag. Deze route volgen hier zo. Hier kan veel politie komen. En dan via hier, oh nee, hier kan ik helemaal niet. Ik wou hier het eindpunt pakken, maar ik zie nu dat het water is. Dus dat gaat niet goed werken. Dus het eindpunt is, hier is een hangar van een vliegveld. Maar we gaan eerst dus deze route volgen, oftewel hier naartoe. Als we daar zijn, ik denk dat we er niet eens gaan komen, want ik weet dat op deze weg en in de tunnel heel veel politie is. Dan gaan we uiteindelijk daar naartoe zonder de snelweg aan te raken. Misschien wel voor oversteken, maar dat zien we dan wel. Dus ik zou zeggen, we zetten hem op 5, enter, hij staat gefriest. Op het moment dat ik iets zie, oftewel die boot daar, gaan we vertrekken, dus bij deze... Ik mag één keer mijn vehicle fixen, één keer cleanen. En voor de rest mag ik niks doen. Tenzij die kruis. Boeing nummer 2, maar we gaan. Heerlijke auto is dit. Rijdt lekker snel. En we gaan zien wat we tegen gaan komen. Oh ja, ik heb wel nog wat luchthorens en wat MMT auto's erin staan. En een lifeliner zag ik al. Vergeef mij. Ah, kut. Daar ging een band. Dat was een band. En ik wou eigenlijk ook die hond of ding wat daar liep ontwijken. Ja, sorry voor de luchthorens dus. En voor de Volvo XC90's. Ook al zijn het niet super vet. Ah, waarom zijn ze opeens zo slim? Altijd als ze... Ik zag laatst een superleuke comment. Altijd als ze je... Ah, godverdomme. Altijd als ze je... moeten helpen bij LSPD4 zijn ze super slecht. En als ze jou moeten pakken, dan zijn ze super goed. En dat is ook echt zo. Wat een beesten zijn het nu opeens. Oh, een herdershond. Hallo herdershond, ik reed per ongeluk toch aan. Ik vind dieren altijd zielig. Ik ga alvast die fix gebruiken, want ik kom echt niet ver. Fix clean, oké. En nu gassen. Linksop. Niet zo heel goed. Heel veel grip heb ik hier. En hier via de houthakkers fabriek ding. Remmen. Ga ik hier omhoog komen? Ja zeker ga ik hier omhoog komen. Ik zei al van hier is het heel druk altijd. En ja, dan heb je hier al zo weinig ruimte. Dan komt er nog zo'n Touran van voren. Daar gaat een halve Volvo. Ik weet niet wat dat was. Oh, daar komt de andere helft van de Volvo. Hier rennen ook nog allemaal dieren. Ja, ik moet maar even geen rekening houden met dieren. Oké, dus we zijn hier. Dan gaan we nu onze route zetten op dat ding. Want als het goed is, gooit hij me gewoon via hier. Oh, daar ging een fietser. Nu wordt het moeilijkst. Ah, sorry konijn. Oké. Ik ga ze ontwijken. Sorry meneer of mevrouw, wie het ook was. Ik denk aan meneer, het kwam als een meneer.
links en dan snel naar rechts. Zo. Zo moet je die tunnels doorkomen. Links gaan rijden tot ze je links afsnijden en dan naar rechts. Die gaan naar rechts, dan ga je links langs. Daar komt weer een MMT-auto recht voor mij. Die gaat de afgrond in. Daar komt een hert. Ik pak links. Zo. Daar komt weer een MMT-auto. Zo. Daar weer een, die knalt wel recht op mij. Daar een Touran, die gaat niet recht op mij knallen. Ja, waarom komen die MMT-auto's hier nou? Omdat ik die heb gezet op de plek Sheriff. Samen met die Touran 2016. Dus dit is een gebied waar de Sheriff achter je aankomt. Dat betekent dat Sheriff 1 en Sheriff 2 komt achter je aan. En Sheriff 1 is de Touran 2016 en Sheriff 2 is de MMT-auto. Waarom heb ik die daar dan opgezet, die MMT-auto's? Ja, normaal gesproken komen die, gebruik je die niet in de stad en komen die... Kurt, ik ben dood! Godverdomme! Wij zijn af. Normaal gesproken vind je die nooit in de stad. Dus die komen nooit ter assistentie in de stad. En omdat ik niet zo heel vaak in Sandy Shores en zo ga, dacht ik van ja, dan kun je net zo goed gewoon ze gebruiken ter assistentie. Of daarop zetten. Want ja, je gebruikt ze toch bijna nooit. Nou, goed, ik ben af. Dat betekent dat we deze aflevering hebben verloren. Ik ga twee nieuwe auto's op het einde hier zetten. Jullie mogen vanaf nu stemmen. Ik ga wel iets even overleggen, maar daar ga ik nog geen uitspraak over doen. Wat het misschien leuker gaat maken, en dat ga ik dan overleggen met iemand. Dus voor de mensen die nu al misschien iets doorhebben, maar dat ga ik nog even bespreken. Ik jullie bedank voor het kijken en ik jullie weer graag over twee dagen bij een nieuwe video zoals altijd. Doei! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.